Hoi, ik heb vandaag bij Jisk een hele mooie plantenbak gekocht in de aanbieding. Ik was al op zoek naar een grote plantenbak om in mijn voortuin te plaatsen bij mijn keuken in de buurt. En het heeft echt een hele mooie afmeting. Ik zal het even hier bijpakken op de kaart. Hier kun je dus zien wat de afmeting precies is. Nou, ik vind het echt een hele mooie bak. De bak kwam in twee verschillende kleuren. Zwart vond ik wel wat leuker. Maar op zich de donkergrijze kleuren vond ik eigenlijk ook wel mooi. Laten we even de bak wat beter bekijken. Hier wat dichterbij kun je zien dat je de bak er eigenlijk heel makkelijk uit kan halen. Leek me op zich wel heel erg handig. Vooral omdat dit dus in de voortuin komt te staan. En ik vaak mijn boel wil planten rustig op mijn gemak bij mijn tafel in de achtertuin. Nou, dan kan ik gewoon de bak er natuurlijk uithalen. En de boel in de achtertuin klaarmaken. En dan gewoon naar voren lopen. En met bak en al in de voortuin plaatsen. Hieronder zie je dat er een plek is voor een afwatering. Dus hier kan het water heel mooi uitlopen, zodat de planten niet verzuipen. Nou, je ziet dit zo uitsteken. Ik heb net al eventjes gekeken. Met een tang kan je dit heel makkelijk zelf ervan aftrekken. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn. Voor als je hem dus voor buiten wil gebruiken en al het water eruit wil laten lopen. Nu ik dus zo'n mooie plantenbak heb, wil ik natuurlijk ook het heel mooi beplanten. Ik wilde gewoon echt iets moois van maken. Dus ik ben naar het tuincentrum geweest en ik heb voor deze primula's gekozen. En voor deze rhododendron. En mooie kleuren heb ik uitgekozen. Paars steekt wel mooi af bij de bloemblaadjeskleuren van deze primula's. Nou, dat vind ik natuurlijk wel heel erg gaaf. Ik heb het allemaal een beetje in de aanbieding kunnen kopen. Die heeft me zo'n €10 gekost. En deze heb ik ook mooi in de aanbieding kunnen kopen. Ik zal straks even de bonnen erop nazoeken. En dan zal ik even straks laten weten aan je hoeveel de bak en de planten hebben gekost. Maar nu ga ik even aan de slag. Ik ga de bak vullen met aarde. En dan ga ik beginnen met planten. En dan kun je bij mij kijken hoe dat eruit is komen te zien. Dan is het tijd om even de primula's klaar te gaan maken om te planten. Allereerst, als je moeite hebt met de plantjes eruit te trekken, nou, dan ga je met één hand druk je eventjes de wortels een beetje in. Druk je ze even een beetje los van de pot waarbij ze gekweekt zijn, voordat je hem eruit kan trekken. En daarna gaan we de primula's eventjes bekijken. Je ziet daar wat uitgebloeide bloemen. Je ziet wat bladeren die er wat minder mooi uitzien, zoals daar. Die hebben dus op de natte grond zeg maar gelegen. En de primula bladeren die dus zo op de grond nat blijven liggen. Die gaan er dan wat minder goed uitzien en die trek je dan gewoon weg. En dan help je daar dus de plant mee om zich beter te ontwikkelen. Kijk, zo pluk ik dan de bladeren eruit die zo niet meer goed zijn. Deze primula is wel een beetje diep hier in de grond gegraven. Vandaar dat die onderste bladeren dan ook daar blijven liggen. Hier binnenin gaan we een beetje de bloemetjes die niet meer goed zijn, die gaan we er ook allemaal uitplukken om te zorgen dat ik mooie, gezonde primula's hierin plant. En dan gaat alle energie van de plant gaat dan dus ook weer naar het maken van nieuwe bladeren, naar het maken van nieuwe bloemen. En hier binnen in de primula's, dat kun je altijd zien, aan de binnenkant heb je dus ook altijd weer nieuwe groei klaar zitten. Als je hier meekijkt, duw het zo opzij. Kijk, daarbinnen zit altijd weer nieuwe groei. Dus zodra je ziet dat er wat primula's uitgebloeid zijn, nou, dan trek je ze er dus zo voorzichtig uit. En dan gaat de energie dus niet meer naar het maken van zaden van uitgebloeide bloemen. Maar dan gaat de energie dus juist naar de nieuwe knoppen, zodat die weer mooi kunnen gaan ontwikkelen. En dan blijf je eigenlijk de hele tijd prachtige bloei zien in plaats van verwelkte bloemen. Kijk, hier kun je een beetje zien wat ik dus heb weggehaald. Je ziet dus de bladeren die dan te nat zijn geworden, die onderaan hebben gelegen op de grond. En die dan dus te nat zijn geworden, uitgebloeide bloemetjes. Die heb ik dus zo verwijderd. En nou kan ik de boel gaan planten in de bak en er lekker van genieten. En zo dan het eindresultaat. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind het echt heel erg mooi. En natuurlijk moet dit nog wat verder gaan bloeien en wat verder gaan groeien. En zodat het er dan ook nog wat mooier en voller en gevulder uitziet. Maar ik ben er zo echt al enorm blij mee. Ik vind het echt heel erg mooi uitzien. En dat gaat in de voortuin heel mooi staan zo in de buurt van mijn keuken. Mijn jongens vonden het ook net hartstikke mooi. Die vonden het echt heel erg prachtig. Dus dat was natuurlijk ook wel heel erg leuk om te horen. Dit blijft natuurlijk hier in de bak. En als ik dus later de bak wil vervangen en daar dan nieuwe planten in zou willen doen, dan kunnen deze planten allemaal gewoon in de tuin. Dan kunnen ze allemaal een mooi plekje krijgen in de tuin en daar dan verder bloeien. En dan, ik vind echt de primula's echt
heel erg mooi. Ik vind het een hele mooie soort. Die had ik nog niet. En die zullen het waarschijnlijk volgend jaar ook nog wel heel erg mooi blijven doen. Hier in mijn tuin zie je ook primula's van verleden jaar. Nou, die doen het echt weer heel erg mooi. Slaan heel mooi aan, gaan heel erg goed. Niet allemaal. Hier zie je een rode en die is eigenlijk best wel zielig. De slakken vinden hem heel erg lekker. En qua groei gaat hij niet zo heel erg lekker. Maar hier zie je een prachtige mooie bos. Nou, die kan ik dan straks wat later in de lente kan ik die gaan opgraven en verdelen. En dan heb ik dus twee van deze hele mooie primula's. Dan, deze plantenbak heb ik dus kunnen kopen in de aanbieding voor €27,50. De rhododendron die je hier ziet, die heb ik voor, even nadenken hoor, die was ook in de aanbieding voor €10. Nou, voor €10 heb ik straks een hele mooie plant die ook nog na deze bak mooi verder kan gaan groeien in mijn tuin. Dus dat is wel ook wel een mooi koopje. En ik heb 9 van deze primula's gekocht. Eentje heb ik niet gebruikt, die gaat straks in mijn tuin. Ik had er maar 8 nodig hiervoor in de bak. Maar ik heb er 9 gekocht voor 3. 3 voor €2,50. Dus in totaal €7,50. Dus nou, een mooi bedrag vind ik eigenlijk wel voor zo'n mooi stuk in mijn tuin. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doepa doe!